Personen- en Zorgvervoer Nederland, PZN, heeft tijdens kerst 2009 falikant gefaald in de regio Breda. Deeltaxis kwamen veel te laat of zelfs helemaal niet opdagen, zonder enkel bericht daarover. PZN geeft nu toe dat er grote fouten zijn gemaakt. Mien Polling uit Breda wil de eerste kerstdag na een bezoek aan familie weer naar huis. Om 11:15 zou de deeltaxi mevrouw Polling ophalen. Een uur later was de taxi er nog steeds niet. Ze hebben mij nog geen bericht gelaten van we komen niet. Nee. Toen die avond heeft u ook zelf gebeld. Waar blijven jullie? Ja, maar de lijn die was gewoon dood. Wij hebben tot 11:45 zitten wachten. En u had hem besteld om 10:45? 10:45. En toen 11:45, ik zeg tegen René van, ja, wat doen we? Hij zei, nou, dan breng ik u wel naar huis. Toen heeft u maandag gebeld? Heb ik 's maandags gebeld voor de dingen. En toen kwam ik er ook niet door. Was heel de dag hoorde ik van, al onze medewerkers zijn in gesprek. Want hoe vaak had u gebeld? Ik denk 's maandags wel een keer of 15. En dinsdagsmorgens een keer of 5. Ik denk, ja, bekijk het eventjes. Ik scheid er mee uit. PZN, gevestigd in Tilburg, heeft tientallen klachten binnengekregen, maar wil niet voor de camera reageren. Een woordvoerder laat in een telefonische reactie weten dat uitvoerend taxibedrijf Peutax grote inschattingsfouten heeft gemaakt. Er waren te weinig taxis en chauffeurs. Volgens de woordvoerder zullen gemaakte kosten tijdens kerst terugbetaald worden. Heeft u vaker klachten over het deeltaxi? Nee, wat dat betreft, ik ga niet zo gek veel met de dingen mee, maar het is niet dat gezegd van, het komt zo dikwijls voor. Verder ben ik best tevreden over de deeltaxi. Durft u volgend jaar met kerst weer de deeltaxi te bellen? Dat zal ik toch maar doen, ja, als ik weg wil. Dat durf ik wel, ja. PZN durft, na stevig overleg, volgend jaar kerst weer met Peutax in zee te gaan. Dit zal nooit meer gebeuren, aldus de woordvoerder van PZN.